itajang alinga katanga politika nkana fitina Olai. Hartelijk welkom bij RTV Actueel. Het is een zeer actuele RTV, want ik ga praten met een vrouw die met haar hele gezin naar Gambia gaat. Alles verkocht om een droom te realiseren in de Gambia, in Afrika. 6 uur vliegen. Een derde zo groot als Nederland. Ongeveer 2 miljoen inwoners. En daar gaat zij prima werk verrichten. Ik praat met Helene Heuveling. Zij woont in Lelystad, maar heeft eigenlijk haar roots wel een beetje hier. Helene, wat leuk dat ik met jou praat. We hebben in het voorgesprek, kwam jij op mij over als ontzettend gedreven. Wat ga je doen in Gambia? En eigenlijk je eerste vraag, hoe ben je daartoe gekomen? Nou, als eerst heb ik 12 jaar gereisd naar Indonesië. Dat mocht ik vaak komen door mijn roots. Mijn vader komt er vandaan. Veel dorpen bezocht, veel armoede gezien. Jaren gedaan wat eigenlijk de dreef alleen maar erger werd. Als kind had ik het eigenlijk al, maar toen werd het alleen maar erger. Toen kwam ik eigenlijk door de crisis in Gambia terecht. En toen dacht ik echt, wauw, dit is eigenlijk nog veel erger als wat ik eigenlijk al die jaren gezien heb. En dat was mij zo erg, raakte me dat zo enorm, dat ik dus echt terug wilde. Ja. Iedere keer en voor langere tijd om toch het werk te blijven doen. Ja, want we kennen jou, om nog even terug te keren naar de markt. Eigenlijk van de Spakenburgse markt op zaterdag, dat je eigenlijk aan het begin al gelijk poffertjes staat te verkopen. En daarnaast staat een stalletje met Gambia spulletjes. Ja. Jij bent helemaal gegrepen door dat land, maar ja, met name om daar welfaarwerk te gaan doen, goed werk. Je zegt het al van, ik ben daar al geweest. Wat heeft je daar zo aangesproken om te zeggen, ja, ik doe mijn hele handeltje hierop en ik ga daar naartoe? Nou, die mensen zijn er zo enorm arm. Dat heeft me zo erg geraakt. Die kinderoogjes, die trokken mij zo erg dat ik dacht, die kinderen hebben gewoon geen eten. Je ziet echt kleding met grote scheuren, snottenbellen, zand op schoot. Ik had ze op schoot, sommigen uit angst, die zelfs in hun broek plasten. Ik word er blij van als ik spulletjes kan geven. En ik ga die oogjes zien stralen. Dat is het meeste wat me geraakt heeft. Wanneer was je daar voor het eerst in Gambia? 2013, in december. En het ging eigenlijk als vakantie, maar ik nam altijd spullen mee. Altijd heb ik iets van, ik neem spullen mee, rijst. Ja. Kocht ik schriftenpennetjes. Ik heb altijd iets mee, paracetamol. En toen kwam ik echt in dat dorp dat ik dacht, dit is echt arm. Hier ging is echt niks. Ging je daar naartoe in de wintertijd hier omdat daar de zon scheen? Of was eigenlijk al jouw bedoeling om, laten we zeggen, een beetje het achterland in te gaan, die dorpen te bezoeken en om daar te zoeken naar de mensen die het nodig hebben? Beide. Ik had iets Afrika, Gambia. Ik wist dat het arm was, maar ik hou van prachtige, mooie stranden. Nou, die hebben ze zeker. En ook de zon natuurlijk, hard werken, stukje vakantie met mijn gezinnetje. Ik dacht, ja, heerlijk, maar toch die armoede die trok mij. Dat bleef trekken, heb ik altijd gehad. Ja, en hoe ging dat dan? Dan kom je daar aan op Banjul, geloof ik, hè? Ja. En dan ga je naar je resort en daar is alles luxe. Heel luxe. En dan kom je op wat doe je dan zo'n dag 2, zoals dag 3? Nou, die eerste 2 dagen lekker bijkomen, lekker relaxed, want dan mag je van genieten. Je hebt hard gewerkt, even lekker met je gezin. Op een gegeven moment, na die 2 dagen, denk ik, ja, het trekt, ik wil wat zien van het land. Toen ben ik eigenlijk zo met mijn middelste dochter zo'n dorp ingegaan. Ik zag het lokale. Ik zei, ze stuur me echt naar het armste gebied. Oh, je hebt iemand aangesproken? Ja, ja. Waarvan je dacht van, die moet ik helpen? Of dat was op het eerste oog al iets van, nee, dat was gewoon een jongen aan de straat. Ik zei, zet me alsjeblieft naar het armste gebied hier. Oké. Dus toen kwam ik in dat gebied. Ja, mijn man die zei, je bent in shock, jij hebt hele ernstige dingen gezien. Ja, ja. Ja. Ja, wat zag je daar dan? Wil je daarover praten? Jazeker, ik zag echt kinderen, ja, echt verschrikkelijk gewoon aan de straat. Hongerige mondjes, zoekend naar eten op een vuilnisbelt. Nou, erger is er niet. Ja. Wat zijn wij rijk hier dan? Ja. En toen dacht je van, daar ga ik wat aan doen. Daar moet wat aan gebeuren. Dat dus niet alleen vanuit je persoonlijke overtuiging, maar je bent ook goed religieus, zo gezegd. Ja, God zendt je op de juiste weg. Ik ben al 5 jaar bezig geweest. Ja. Tenminste, 5 jaar stond mijn huis te kopen om te zoeken waar het de beste plek was. Terwijl Indonesië heel erg mijn roots is. Ja.
En Gambia is toch wel de weg geworden eigenlijk. Wat de Heb je ook het idee dat daar meer Nederlanders of meer mensen uit de wereld goed werk doen? Ja, want er zijn veel stichtingen. Je ziet dat wel als je internet openslaat, zeg maar, dat er heel veel stichtingen zijn die daar schooltjes, ontwikkelingswerk doen, mensen helpen. Dat houdt jou niet tegen om daar ook nog te gaan beginnen? Nee, nee, helemaal niet. Ik word er alleen maar voller van, hongeriger van om nog meer te helpen. Ja. En ik kan ervan leren. Ik bezoek ook dorpen waar stichtingen zijn. Want dan zie je alleen maar meer wat je kan doen. Je hebt voorbeelden voor elkaar. En weet je, ze zijn zo enorm hongerig naar eten, maar ook naar geloof. Het is natuurlijk 90% moslim. We helpen iedereen natuurlijk. Wie er ook nood heeft. Maar om dan bijbels uit te delen, dat is super. Ja. En hoe werd je daar ontvangen? Want ik kan me voorstellen, ik ben ook soms een beetje kritisch en zeg, oh prima, komt u maar. Dan wordt het voor ons alleen maar beter. Nee, dat kan ik niet zeggen. Wat voor gevoel bekroop jou in één keer dan? Van, ze hebben jou nodig? Ik kwam de allereerste keer met een jongen. Ik had dus een trip gemaakt. Of ik ging dus een trip maken met een jongen die al hele hongerige ogen had. Narigheid had. Zijn moeder of zijn vader overleden is arm. Een jongen die echt heel veel meegemaakt had. Dus die leerde mij heel Gambia eigenlijk desdoende tijd kennen. Oké. En die bracht mij dus naar dat dorp. En heel rustig aan word je dan begeleid, maar dat is niet, die kindjes die vliegen natuurlijk wel op je af. Maar op een gegeven moment is er een moeder van het dorp die ze begeleidt van ga maar rustig staan in dat rijtje. Die vrouw gaat goede dingen doen. Nou, en dan staat het daar ook zo lief en eenzaam in zo'n hoekje en dankbaar, weet je. In plaats van dat grissige, dat is er helemaal niet. Nee. Kun je je voorstellen dat zij dat ook zelf al een beetje aangeleerd hebben, dat als er een weldoener komt uit Europa, dat zij een bepaalde positie innemen om jou te overtuigen, te zeggen, ja, maar die mevrouw komt hele goede dingen voor ons doen, dus haal haar binnen en knuffel haar. Dat heb je wel. Je hebt wel gebieden, maar dat gebied waar ik zit dus niet. Nee. Want er komt bijna niemand. Okay. En dat is zo mooi aan dit dorp. Ja, ja. Je hebt natuurlijk wel gebieden waar het gebeurt, waar veel toeristen komen. Dat is gewoon apies kijken, om het zo te zeggen. Ja. En dan staan ze in een bepaalde houding van. Ja, want jij bent in een pure gebied gekomen. Ik hou van puur gebied. Ja, ja. Maar dat echt, beschrijf dat eens. Ja. Kun je dat een beetje beschrijven? Wat moeten wij daar zien als jij daar naartoe gaat? In dat bepaalde gebied, bij die jongen? Bij zijn ouder, bij zijn compound, bij zijn... Als ik thuis kom in iemands compound, privé. Waar jij gaat werken, zeg maar. Ja, ik kom dat dorp in en word ik helemaal verwelkomd door die moeder, moeder Elisabeth. Dat is zeg maar de moeder van de weesjes, van die weeskinderen, verlaten kinderen, gehandicapte kinderen, van alles. En die verwelkomt mij, die gaat mij in gebed en die dankt de Heer dat ik daar weer ben. Ja, ja. En dan rustig gaan, haalt ze groepje bij groepje naar binnen en dan kan ik die spulletjes zo uitdelen. Oké. Okay. Ja, dat is enorm dankbaar. Heel dankbaar. Ik heb gewoon altijd te weinig mee. Ja. En dan ga ik terug, ga ik weer rijst kopen, weer de dingen doen. En ik nog te weinig. Het is te weinig. Ja, ja. Maar wat is jouw doel? Ik bedoel, dan gaan we gelijk wel een beetje verder. Wat is jouw doel? Je gaat er naartoe. En wat wil jij bereiken? Want je hebt een hele uitgebreide brief gestuurd naar mij. Via Bob Offerga. Moet ik eerlijk de credits ook aan hem geven? Jazeker. Stichting From Gambia to Gambia. Ja. Wat ben jij van plan? Je schrijft het wel. Wat ga jij daar doen? Nou, ik heb geluk met mijn man. Die is aannemer, die heeft gouden handen. Peter Heuveling. En hij heeft een eigen bouwbedrijf. Ik ben natuurlijk van het sociale gebied. Dus we hebben allebei zijn weer sterk. Twee kapiteinen op een schip werkt niet. Nee. Hij heeft het andere gebied, ik dat. Ja. We willen het liefst toch een gebouw neerzetten waar zeg maar een schooltje in kan, een kerkje, een soort verloskamer, tanden. Medische zorg, de kindjes kunnen gecheckt worden. Maar het belangrijkste vind ik gewoon dat ieder kind of ieder mens eten en kleding heeft. De eerste levensbehoefte. Ja. En dat is daar dus niet. En dat is echt mensonterend. Hoe komen ze nu dan de dag door? Waar jij gaat werken? Ja, zoekend naar eten. Soms heb je geluk met het weer, dat er wat groeit. Regenseizoen drijft het afval overal doorheen. Dus we moeten eigenlijk iets aan het afval zien te doen. Want er ligt overal plastic, dus sowieso aan het werk gezet worden. Ja, ja, ja. Dat is ook een land waar de mannen lui zijn soms als je geld strooit. Dat je dus niet moet doen. Ja. Aan het werk moeten ze gezet worden. En dat zie jij hier wel gebeuren. Zeker. Mannen, arbeid. Ja, arbeid. Hup, aan de bak. En dan gaat Peter ze voor hoe ze een multifunctioneel gebouw moeten realiseren. Ja. En laat ze maar meebouwen. We kunnen ze leren. Hoe makkelijk gaat dat daar? Je kunt wel zeggen, ik ga er naartoe. Hallo, hier ben ik. Ik kom even een gebouwtje neerzetten. Ja, nee. Is daar een overheid? Is daar een gemeente? Is daar een burgemeester?
Hoe werkt dat daar? Nee, er zijn geen regels. Moet je vergunningen hebben? Nee, nee, sowieso zijn ze al heel blij en dankbaar als je daar wat start en wat bouwt. Dat wordt wel heel erg gewaardeerd door die armoede. Ja. Okay. Daar staan ze erg open voor. Dus dat is meer heel dankbaar dat ze het toch wel dan hebben. En is dat, wat is er nu? Ja, het is nu een gebouw, nou nog kleiner als dit kamertje, er is alles in. Dus onhygiënisch, geen drinkwater, wat ook heel belangrijk is, schoon drinkwater is er niet. Geen land- en tuinbouw is er niet, wat we dus allemaal kunnen doen. En dat zijn dingen die ze kunnen leren. Ja. Ze kunnen armbandjes maken, dat geld kunnen we weer, of de verdiensten, voor de rijst, aan het werk gezet. Je kan ze leren, en heel veel leren, en ze zijn wel behulpzaam erin. Ja. Hoe stel je dat voor als je daar rondloopt? Ben jij dan een beetje de baas? Ik zeg het een beetje nee, lullig misschien. Nee, heel lokaal. Dit gaan we doen en dat gaan we doen. Vreselijk. Nee. 'S ochtends werk verdelen? Nee, of? Ik ben heel lokaal. Ik zit tussen lokaal. Ik zit op de grond lekker met het eten uit de bak met de rijst. Waar ik dan in een compound rijst mogelijk is natuurlijk. Ja. Mijn eigen rijst wat ik daar gekocht heb. Ja. Nee, ik ben heel lokaal. Niks, geen blabla. En dan, want hoe zie je dat voor je? Dan ben je daar, want half augustus ga je daar naartoe, begreep ik, hè? September, 5 september. 5 september. Dan kom je daar aan en dan moet je zelf ook een beetje acclimatiseren. Hoe kom je aan alle spulletjes om zo'n gebouw neer te zetten? Nou, ik heb nu al heel een container aangeschaft, die dus helemaal bomvol staat met hulpgoederen. Kleding, schoenen, pleisters, medicatie, eigenlijk alles wat bruikbaar is. Er is daar geen afval. Tenminste, de plastic dan een bewijs van, maar alles verzamelen we al en de bouwmaterialen gaan we daar maken. Stenenkei, daar ter plekke bakken. Oké, jeetje. Ja. Kun je Peter ook heeft connecties, ja. Je kunt ook wel, ze bouwen natuurlijk normaal ook wel hotels. Ja, dus dat is wel... Maar dat wil je eigenlijk liever allemaal zelf organiseren. Ja, maar dit is wel te vinden. Wij zijn speuren wat af daar. Ja. Oké, en kun je daar zomaar beginnen? Ik bedoel, ik ga er naartoe van, hallo, wie ben ik? Ik kom even een gebouwtje neerzetten. Ja, je hebt wel vergunningen, bepaalde dingen nodig voor je visums, dat soort dingen, payroll tax, dat soort geval. Maar weet je, het is niks onmogelijk, toch? Nee. Dan willen ze zijn weg. Jawel, maar je loopt natuurlijk misschien, zoals hier misschien over geregeld is, zal daar toch ook wel iets geregeld zijn dat je... Ja, ik heb wel heel veel uitgezocht, ik heb een heel boek bijgehouden, dus ik weet mijn lijntjes... Ja. Zoiets beslis je niet. Dat ben ik 12 jaar mee zoet geweest. Moet je dan het opperhoofd in het dorp? Ja. En hier ben ik? Ja. Is het ook een dorp waar jij als enige gaat werken, zeg maar? Iets dit dorpje wel, ja. Het is niet zo dat daar nog Meppel zit of... Nee. Dit dorp is echt... Dit dorp hebben wij echt. Met ons gezin, ja. Waar moet ik dat zien? Is dat landinwaarts langs de rivier? Het is heel dicht bij de kust, dus het is ook juist zo leuk dat er toch mensen, ik heb mijn contacten natuurlijk, dus dat mensen toeristen zijn, die trek ik natuurlijk allemaal naar dat dorp naartoe om te helpen. Het is 20 minuutjes, dus dat is te overzien. Maar het is zo erg, want Gambia leeft van toerisme, hè? Ja. Als er geen toerisme is, is er eigenlijk geen eten. Is er toerisme, is er te eten. Kijk, dan gaan de lokalen toch wel weer naar de zee, maar kleding komen ze wel allemaal. Het eten, dat is het probleem. Hè? Ja. En dan heb je het helemaal gerealiseerd, hè? Laten we even een tijdje verder zijn. En dan staat dat gebouw, hè? Ja. Helena Kliniek. Helena Kliniek. HH Kliniek. Ja, mooi. En dan? Dan is het klaar. Dan gaat de toren blijf ik steunen natuurlijk, maar misschien zijn er nog wel meer. Kijk, je moet niet één dorp heel goed, helemaal groot. Misschien heb je dan wel weer een volgende positie om iets te doen. Want over welke tijd hebben we het dan? Het begint nu september. Dan realiseer je dat, nou, laten we eens even doen, in een jaar tijd. Misschien iets sneller. Ja, veel, ja. En dan ga je naar een volgend dorp om dat zelf te realiseren en zo zijn misschien we jouw 10 jaar kwijt. Misschien wordt het wel heel groot, ja, dat lijkt me zo fantastisch. Ja. Hoe komt het dat jij zo gedreven bent? Ja, jij straalt kind, helemaal. Als kind had ik dat al. Op de kleuterschool, doosjes voor Afrika, geld verzamelen, weet je. Stil maar, wacht maar, alles wordt nieuw. Een helemaal nieuwe aarde. Ja, als kind had ik het al. Dus ik denk dat ik toch geboren ben met een of andere missie, denk ik. Ja, maar ja, goed, je hebt mensen om je heen. Kijk, dan ben je uppie, dan zeg je, ik pak de koffer en ik ga weg. Ja. Je neemt je kinderen mee. Ja. De oudste die blijft dan hier, geloof ik. Ja, even afstuderen gaat ook mee. Ja. Je man gaat mee met nog twee... Twee kinderen. Ja. En hoe gaan die het leven daar oppakken, zeg maar? Ja, geweldig. Die gaan naar een internationale school. Die zien ze helemaal zitten. Die rennen daar in zo'n dorp en die vangen die kindjes op. Die gaan met hun kleuren knutselen. Voetballen. Die vinden het geweldig. Ja, vinden ze dat wat? Of zeggen ze maar? Je bent een beetje... Nee, geweldig. Ja? Die zijn er natuurlijk in Indonesië mee opgegroeid in die 12 jaar.
steeds op vakantie, spullen brengen met mijn ouders nog. Dus ja, we zijn er langzamerhand wel ingegroeid. Kun je ook voorstellen, Helene, dat er mensen zijn die zeggen van, Helene, je bent gek? Ja, hartstikke gek. Ik ben ook een beetje waar gek. Waar begin je aan? Mens, kom op! Ja. Ja, helemaal normaal is het misschien niet, maar voor mij is het heel normaal. Voor ons heel gezin is het normaal. Het voelt als, ja, natuurlijk, het is uniek. Je gaat met je gezin. Ik vind het wel mooi. Maar we hebben een missie, ja, toch? Ja. Hoe gaat zoiets? Aan de keukentafel heb je het met Peter erover van, joh, we waren in Gambia geweest. Zullen we daar even verder gaan? Nee, dat groeit. We hadden het eigenlijk, die klik in Gambia was echt dat dorp. Dat ik het gezien heb met mijn middelste dochter en dat ik zei, Peter, moet mee, je moet terug, we gaan terug, reis brengen. En toen zag hij, toen zegt ik snap wat jij bedoelt. Ja, ja, ja. Dan heb je wel getroffen met zo'n gozer. Ja, zeker. Een man uit duizenden. Ja. Mooi, mooi, mooi. Ja. Even over die periode. Zijn we jou 10 jaar kwijt hier of zeg je van nou? Nou, misschien wel voor altijd. Nee, ik kom terug. Ik kom terug in april. Ook wel weer voor contacten en met mijn poffertjeskraam natuurlijk, want dat is ook wel mijn kindje. Ja. Weet je, het is hier fijn, hier laat je het achter. Daar zal je vast dingen tegenkomen. Het zal heus niet altijd makkelijk zijn, maar ik zeg met God is alles mogelijk. Ja. Denk je ook over na in wat voor land je terechtkomt? Anders dan dat de zon schijnt en dat het voor toeristen wel interessant is. Maar er zijn wel een aantal vlekjes hè, op het land. Hè, met de... Ik zie veel narigheid. Ja. Vroeger, ik ging er dus heen als toerist, maar nu ik loop echt als een lokale nu. Ja. Veel ellende zie je. Maar ook dat de president kinderen, daar toch aardig wat te vertellen heeft en een hoop dingetjes zelf regelt. Ja, hij is toch machtig, hè? Ja. Kies voor de bevolking. Maar daar kies kom jij niet voor. Nee. Heb je ermee te maken? Misschien helemaal niet. Weinig, denk ik, hoor. Als ik zo'n andere stichting hoor, heb je niet veel mee te maken. Nee. Jij bent daar emotioneel onder, hè? Ja, een beetje wel. Ja, dat is mooi. Dat is mooi. Ja. Dat geeft aan dat je gedreven bent. Dat je het zegt, ik wil morgen eigenlijk al gaan. Ja. Liever vandaag als morgen, ja, dat zeg ik echt. Ja. Wat is je doel, nog even over het doel, anders dan het gebouw, voor de mensen zelf? Dat er toch iets is in de wereld dat ze toch een uitzicht hebben. Dat het toch wel mogelijk is. Maar dat ze zich open moeten stellen en ook geholpen kunnen worden. En niet zeggen, oké, Helene is weer terug, gooi bijltje erbij neer. Nee, je moet er juist blijven groeien. En dan is er een toekomst, zeker wel. Ja. Maar ze moeten dat overwinnen. Even voor de mensen in Nederland, je hebt de stichting, hè, From Gambia to Gambia. Als mensen zeggen van nou, dit verhaal grijpt mij zo aan, wat doen mensen daarmee? Je hebt een stichting, je hebt een gironummer. Gaat het over materieel, gaat het over donaties? Sowieso vind ik het belangrijkste, sowieso levensonderhoud. Eten, sowieso. Ja. En de echte kinderen naar school kunnen... Kleren aan, in een school, even echt het levensonderhoud. Dat is nummer 1. Oké. Mooi verhaal. Ja. Mooi verhaal, Helene. Helene, ik wens je daarin natuurlijk alle sterkte. Dankjewel. En ik wil eigenlijk afzetten met God bless you. Thank you. Beste mensen, een emotioneel verhaal. Mooi van een gedreven vrouw die met haar gezin Nederland achterlaat om goed werk te gaan doen. Een multifunctioneel gebouw gaat realiseren in een dorpje nabij de kust. In Gambia. Stichting From Gambia to Gambia. Helene, ontzettend bedankt. Dankjewel. Dus mensen, mooi verhaal van Helene. Graag tot de andere keer. Dankjewel.